We gaan beginnen. Jullie hebben het kaartje al gezien. Dat had ik al laten zien. Ik heb niet meer voorbeelden gemaakt. Gewoon omdat het me gewoon ontbreekt aan tijd op dit moment. Dus dit kaartje ga ik vanavond ook helemaal zo maken. En ik zal even de grote lijnen, de spullen hier laten zien die ik gebruikt heb. In de live zelf laat ik ook nog wat materialen zien. Omdat ik echt een doos vol naast me heb staan. Met spullen die ik gebruikt heb. Dus om die allemaal hier op tafel te leggen was een beetje te veel. Dus dit wordt het kaartje. En dan heb ik hier de Elizabeth Crafts Design Stempel Autumn Surprise. De CS151 gebruikt. En daar heb ik die tekst van gebruikt. Dat is dit stukje. En twee paddenstoelen heb ik ervan gebruikt. Schijnt een beetje lichter. Moet ik wel een beetje mee opletten, zie ik wel. Dus die heb ik gebruikt. Dan heb ik My Favorite Things tekststempel gebruikt. En dat is de Bitty Thanks Gratitude. En die passen precies op een ijskoostokje namelijk. Vandaar dat ik die ijskoos had. En er zitten echt heel veel leuke stempels op. Heel veel leuke teksten. Ik weet niet precies hoeveel, maar behoorlijk wat. Nou, dan heb ik voor de achtergrond hier een snijmalletje van Art by Marlene gebruikt. En dat is de stencil BM02. En ik heb van Janine's Mindful Art Collection de tekststempel gebruikt. En dat is de stamp JMA01. Dus dat zijn de stempels die ik gebruikt heb. En voor de verder ga ik het gewoon in de live zelf uitleggen. Soms mis ik, denk ik, jullie vragen. Maar die beantwoord ik dan na de live weer. Dat weten jullie wel, hè. Dit kaartje leg ik even aan de kant. Ik heb al wel voorbereid natuurlijk. Ik heb een papiertje gesneden van 12 bij 17 centimeter. En dat heb ik gesneden uit het mixed media papier van Strathmore. En dat is 300 grams. Dat is mooi dik papier. Dus dat kan veel water hebben. En ik ga zo meteen veel water gebruiken. Dus daar ben ik mee begonnen. Dan heb ik voor de achtergrond 3 kleuren distress inkt gebruikt. De Wilted Violet, Peeled Paint en de Gathered Twig. Daar gaan we dus mee starten. Ik leg het even een beetje hier aan de kant. Dan pak ik eerst de eerste kleur. En die doe ik een beetje op mijn glasplaat. Twee wat water op mijn glasplaat. Op de inkt en een beetje op mijn papiertje. En dan dep ik mijn papiertje er gewoon in. In een hoekje. En dan haal ik het even weer weg met mijn favoriete doekje. En elke laag droog ik even. En ik heb nu twee heat-tools hier liggen. Deze is gewoon fijn omdat hij niet zoveel herrie maakt. Maar ik heb er ook nog eentje omdat ik dadelijk een bossenpoeder gebruik. En die smelt wat sneller. Dus ik heb ze allebei klaargelegd voor vandaag. Als je bovenin nog niet helemaal droog zit. Mijn heatool die hapert af en toe een beetje. Ik ben bang dat die binnenkort. Oké, gaat het begeven. Nou, dan pak ik kleur 2 en dat is de Peeled Paint. Doe precies hetzelfde. Ook weer wat water opsprayen. En wat water op mijn papiertje. Deze kan nog een beetje. Ja. En wat dat betreft is die glasplaat zo gemakkelijk. Hè? Ook dit droog ik weer. Het
Tussentijd kan ik even alle mensen die er nog bij gekomen zijn gezellig. We zijn net pas begonnen, dus. Derde klus, The Gather Twigs. Ook weer hetzelfde verhaal. Je dept hem gewoon eigenlijk ongezien waar je hem dept. Het papier in de inkt. En zo bouw je de lagen op tot je zegt van nou, ik ben er nu wel tevreden mee. Als dat vraagt, deze inkt geeft een chalkfinish. Ja, die geeft een chalkfinish als het. Nou, ik vind dat hij nog wel wat inkt mag gebruiken. Dus ik ga weer gewoon vooraan beginnen met Vaulted Violet. Dus ik zeg al, je kunt het gewoon net zo lang opbouwen tot je zegt van nou, zo vind ik het leuk. En je ziet ook dat de rest van de kleur nog een beetje afgeeft. Maar dat mag. Dit wordt een grungy kaart. Dus dat is tenminste de bedoeling van het hele verhaal. Lekker een grungy kaart maken. Nou, wat mij betreft mag hij nog een beetje groen hebben. Maar dat is heel persoonlijk, hè, dames. Dus als je zegt van nou weet je, het is voor mij genoeg. Ik vind hem zo leuk, gewoon stoppen. Normaal zou je nog een kaartje kunnen pakken en dan de rest van de inkt opdeppen. Maar ik veeg het nu even snel weg. Ja, is dat leuk, Elma, dat ik zelf in beeld kom? Ja, ik moet er zelf even wennen. Maar ik heb het wel eens ooit eerder gedaan toen ik met Twitch deed streamen. Maar dat is toen allemaal op de een of andere manier met de computer allemaal weggegaan en... Nu was mijn zoon er weer en die zei van, nou dat is veel leuker mam, ik ga het eens even allemaal weer opnieuw installeren. Nou. Het kaartje bolt wel een beetje op, doordat je het verhit natuurlijk. Dan probeer ik altijd een beetje weer terecht te krijgen. Marianne, zijn jullie al lang bezig? Nee, we zijn nog niet zo lang bezig. Ik heb nu drie kleuren Distress Ink erop gedaan. De Peeled Paint, Wild Violet en de Gather Twigs heb ik erop gedaan. Elke keer één kleur drogen, volgende kleur opdeppen.
En dat heb ik gedaan door de kleur hier op te zetten, nat te sprayen en dan papiertje in de kleur te deppen, zeg maar. Dus dat heb ik nu gedaan. En nu ga ik even een nieuw speeltje van mij erbij pakken. Wat ik ontdekt heb. En dat is de Wendy Vecchi Make Art Station. En ik vind dat een heel handige tool. Het is een magneetplaat met magneten erop. En een magneetliniaal. Dus dit is ook magnetisch. En nu ga ik mijn kaart erop doen. Ik heb er wel nog een craftsheetje onder gelegd. Want dit zit er normaal niet bij. Het bestaat dus echt alleen uit die plaat en dan de vier magneten en de magnetische liniaal. Maar ik heb er nog wel even dit op gelegd. Want ik ga even sponsen en met een kleine maskmal ga ik even wat erop zetten. Dan ga ik even kijken welke dat ik deze keer zal pakken. Deze vind ik wel leuk. Ik heb ze mooi in dat ringetje hangen. Deze zijn van Studio Light. En die hebben dus een mooi ringetje bij elke mask. Dus dan kun je ze mooi bij elkaar houden. En de vorige keer heb ik deze gebruikt. Maar nu ga ik deze pakken. Dan ga ik kijken waar ik dat zal doen. Even kijken. Die kant heb ik de. Kijk, en dan zet ik die met de magneetjes. Deze kan ik zo nog vastzetten. En die daar zet ik hem dus vast. En ik pak in dit geval weer de Walter Violet. En ik, toeltjes, moet ik even nadenken, Picket Fence, ja. En dan ga ik met toeltje. Kijk, dus dezelfde kleur. Ik gebruik dezelfde kleuren continu dan ik in de achtergrond, als ik in de achtergrond gedaan heb. Kijk, dat is wel makkelijk, want hij verschuift gewoon niet. Ook een beetje in het hoekje. Kijk, zien jullie? Hoe mooi. Dat doe ik aan de onderkant ook nog even. Schuif ik hem gewoon naar onder. En zetten hem weer vast. En ik vind het vooral, met deze kan ik nog wel handelen, die kleine mask stencils. Maar de grotere vind ik het echt wel ideaal hoor, deze mat. Nou, magneten langs elkaar. Ze gaan ook gewoon, kijk, je kunt ze gewoon afstaan. En dan, ze gaan ook heel makkelijk van elkaar af. Dus ze klikken niet meteen op elkaar. Kijk, dan heb ik aan twee kanten de masker op zitten. Even meteen schoonmaken. Ik heb het behoorlijk vol liggen, want ik gebruik echt veel materialen vanavond. Deze doe ik er aan het ringetje, zodat ik hem niet kwijt kan raken. En dan verhit ik even dit papiertje, waar ik net de masks heb gedaan. Want ik ga nu met structuurpasta werken. En de oxide komt altijd door de structuurpasta heen. Maar als ik hem een beetje droog, dan is dat wat minder. Dus vandaar dat ik hem van tevoren nog even goed droog maak. Tussentijd maak ik ook even mijn borsteltjes schoon. En dat doe ik gewoon door op een babydoekje uit te wassen. En dan nog even op mijn totje.
En dan kan ik hem weer voor de volgende kleur gebruiken. Nou, dan gaan we even de structuurpasta erbij pakken. Dit is gewoon grote poststructuurpasta. Maar Loes heeft in het klein van deze doobedoe. En ik gebruik de Nouveau spakels. Die zijn heel gemakkelijk, ook heel gemakkelijk schoon te maken. Angel vraagt of je op die mat ook kunt snijden. Nou ja, het is een ijzeren mat, maar ik zou het denk ik niet zo heel snel doen. Want dan gaat hij toch die lijntjes en zo beschadigen, denk ik. Want het is gewoon, het lijkt wel of dat het erop gespoten is. Ik denk niet dat ik dat zou doen. Nou, Han, je kunt altijd nog terugkijken. Han moet er helaas nu vandoor, maar ze kan nog terugkijken. Nou, dan ga ik weer een stencil uitzoeken. Even kijken. Deze heb ik van de week al gemaakt. Dit zijn te kleine gaatjes voor de structuurpasta, vind ik. Weet je, ik ga de steen sprakken. Ik weet niet wat ik aan het doen ben met mijn ring, maar iets doet niet goed. Zo. Deze is ook wel heel mooi. Ik ga deze pakken, vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Deze wordt de dames. Dus de muur gaat weg. En die ga ik dus in de andere hoek doen. Dus die gaan we ook weer vastzetten. Ik doe hem eigenlijk wel strakker hier. En het is nogmaals, het is crunch, hè? Dus het hoeft allemaal niet zo precies. Ik vind het juist leuk als het niet zo precies is. Maar dat is ook weer persoonlijk hoor. Een dekseltje erbij. Kijk, dan hebben we een mooi patroontje. Ook dat patroontje wil ik ook weer aan de onderkant. En normaal zou ik hem schoonmaken, maar nogmaals, het is grunge, dus het mag voor mij een beetje. Dus ik maak hem gewoon niet schoon. Ik had er van de week eentje en daar had ik niet op gelet. En zat de structuurpasta er helemaal onder. Nou ja. En eigenlijk was het nog wel leuk ook. Kijk, als je echt een precieze werk gaat maken, is het gewoon leuker als het patroon er ook precies op staat. Wel in dit geval mag het wat mij betreft een beetje ontsporen. Dit leg ik even aan de kant. En jullie zien al, misschien dat ik het op mijn beeld niet zo goed ziet, maar dat hij een beetje kleur aan begint te nemen van de oxide. Maar ik leg hem even aan de kant, dan kan hij drogen. Dan kan ik met de volgende stappen verder. Dan maak ik eerst even mijn masker schoon. Je kunt dat ook later doen, maar ik heb wel gemerkt als je het meteen doet, dan heb je niet zoveel werk. Ik heb zoals ooit opgespaard en dan in een nachtje in de biotex gewerkt. Dat gaat ook allemaal, maar als je het meteen doet, dan is het ook goed. Toch? En ik doe hem ook weer meteen aan het ringetje. Deze kant aan de kant. Dan laat ik mijn structuurpasta laat ik, even staan. Want ik ga een stukje ribbelkarton. En dit is het ribbelkarton van Joycraft. En hij heeft hele mooie fijne ribbels. En dat vind ik wel mooi om op mijn kaarten te werken.
En ik ga dus een stukje. Ik bewaar op de restjes, zie je wel, die hier nog in zitten. Dan ga ik jullie ook meteen laten zien hoe ik het scheur. Op een speciale manier. Ik scheur altijd aan de voorkant. En dan ga ik gewoon willekeurig naar. Want ik wil die mooie rand er langs hebben. Kijk, jullie zien aan deze kant die mooie rand en aan deze kant niet. Dus ik ga van deze kant ook weer even een randje eraf halen. Kijk, want dat heb ik aan deze kant natuurlijk ook niet, want dat is de andere kant van de rand. Gewoon een beetje slordig, zodat je... Nou, de onderkant ook een stukje. En dan ga ik even de kaartje erbij pakken. Kijk, en dan wil ik dat niet helemaal op het kaartje hebben. Dus ik scheur hem ongeveer hier. Oh, andere kant. Anders krijg ik niet dat randje. Ja. Deze stukjes bewaar ik weer voor of in je art journal of op een andere kaart. En ik had hier natuurlijk de pasta nog liggen. Nu dan ga ik gewoon met de restjes die op de spatel zitten, sowieso, veeg ik hier af. Is niet genoeg, dus ik ga daarvoor nog een keertje in de structuurpasta. Dit kan ook gewoon met gesso, maar ik vind de structuurpasta wel wat hebben. Blijft er dik bovenop liggen. En ik heb meteen bijna helemaal spatel schoon. Nou, dat leg ik ook even aan de kant. Dan mag mijn structuurpasta weer weg. En ik maak ook gelijk mijn spatel schoon. Nou, dat gaat ook heel makkelijk. Gewoon met een babydoekje. Doe je het niet, vergeet je het, dan zijn deze spatels ook heel goed daarna schoon te maken. Want je krapt het er gewoon zo vanaf, het harde gedeelte. Even kijken, dan was de volgende stap. De volgende stap was embossen. Monique Verloon vraagt, wat is dat een nieuw doek? Je bedoelt dat blauwe doek. Monique, dat nemen, dat is gewoon een poetsdoek. Die ik heel graag gebruik voor alles schoon te maken op mijn werkkamer. Die, gewoon, hoe noemen ze zo'n doek? Een vezeldoek of zoiets? Dat is gewoon echt een goedkope poetsdoek. Even kijken, ja, volgende stap was... De embossingpoeder, dus die haal ik hier ook even uit. Ik heb veel stappen te laten zien vandaag, dames. Dit is dus die mal van Art bij Marlene. Die heb ik ook uit de 300 grams Mixmedia papier gestanst. En die ga ik nu met bijpassend groen, wat bij de kleuren past van de inkt, van de distress inkt. En dit is Earthone. Olijf, dus een olijfkleur. En dan ga ik even een restje papier pakken. En even kijken, ik heb nog wel wat restjes, denk ik. Dan moet ik dit wel stapelen. En die. En die pak ik dan te... Hiertoe voor die wat warmer wordt. En ik heb de Incon 3 embossing inkt. En dan dep ik gewoon mijn papiertje. Gestanste gedeelte. Daarom leg ik er ook een papiertje onder. Dep ik een keertje. Met die embossinginkt. En dan doe ik hem hierop. Strooi ik het eroverheen. En ik doe dit twee keer. Dus als je het niet goed raakt, de eerste keer is niet zo erg. Ik doe hem toch altijd twee keer.
schaartje dat ik hem tegen kan houden. Hij gaat anders waaien. Oh, wacht even. Dat voordeel van deze hiertoe is dat hij meteen heel erg warm wordt. Dus. Nou, leg ik nog een keertje op het papiertje. Dep ik nog een keer. Dan krijg je toch een iets dikker laag. Ja? En je kunt dat eigenlijk ook zo vaak doen als je wilt. Als je zegt van ik wil hem nog dikker hebben, dan doe je het nog een paar keer. Ik vind meestal twee keer genoeg, vooral ook omdat hij onder het werk zit. Het zijn ringetjes, dus er valt meer embossingpoeder langs dan dat er opvalt. Pietjes mogen in de prullenbak. En nou ligt wel mijn hele blad vol met embossingpoeder. Dus ga ik even een klein beetje schoonmaken. Want dan waai je toch een beetje ervan af. Maar met zo'n potje en embossingpoeder doe je zo lang, dus dat weet je, dat maakt niet zoveel uit. Dus even kijken, nou dan hebben we al twee onderdelen. Dan heb ik er nog op zitten, dit stukje, dus dat gaan we nu doen. En dat is die stempel die bij de paddenstoel gezet wordt van Elizabeth Crafts. Dat is deze. Zo kan je het beter zien. Hè? Die heb ik gewoon gestempeld met zwarte VersaFine op een stukje kraftpapier. Dat is eigenlijk alles. En ook heel simpel. Die ga ik weer scheuren. Maar dan ga ik weer zo scheuren. Hè? Zodat ik een mooie randje krijg. Een mooie grunge randje. En dan scheur ik ook een klein beetje in de vorm van de stempel mee. Dus een beetje de boogjes ga ik erin maken. Kun je er ook nog voor kiezen om hem bruin te maken met de vintage foto eventueel. Dat heb ik bij de vorige kaart niet gedaan, dus dat ga ik nou ook niet doen. Maar dat kan eventueel wel. Nou, weer een onderdeel. Dus het kijkt misschien moeilijker dan dat het is, dames. Ik moet tussendoor een beetje drinken, want ik heb een beetje een kriebelkeel. Ja, Julia, je kijkt recht in Margaret's gezicht, hè? Ja, dat is een stunt van mijn zoon. Wel leuk.
Dus ik vond het ook wel leuk. Dan aan de ene kant dacht ik van nou moet hè. Maar aan de andere kant denk ik, ach, is ook wel leuk, zullen mijn levende lijven zien toch? Ja, de volgende stap was, ik heb dus de twee paddenstoelen, heb ik dus gestempeld met wateraard van kippers. 185 gram. En waarom? Omdat ik dat heel gemakkelijk kan knippen dadelijk. En dan ga ik inkleuren. Ik dacht eerst, ik zal hem inkleuren voordat voor de lijf. Maar ik denk, ik zal het dus gewoon met jullie doen. Dan zien jullie ook dat het in dit geval ook niet zo op het puntje precies moet. En ik heb hier dus allebei de doosjes van Aardbei Marleen voor gebruikt. Omdat er net in het ene doosje het mooie groen zat wat bij de distelspad. En het andere zat de kleur paars. Dus ik heb ze allebei gebruikt. Nou, dan pak ik gewoon een waterpenseel. Die had ik ook klaargelegd als het goed is. Dat is heel grappig. Ik heb hier een nieuw kistje met alle spulletjes die ik klaarzet. En een potje met water. En mijn spray. En dan heb ik een beetje op de groene. En een beetje op de paars. Op wat water sprayen. En normaal ben ik altijd van het inkleuren van de pietje precies. Nou, in dit geval hoeft het dus allemaal niet zo pietje precies. Want ook dit mag natuurlijk grunge zijn. Dus het mag een beetje nat zijn. Het mag een beetje vloeien. Even kijken, die had ik met... Nou, ga ik het nou andersom doen. Ik hier de paddenstoel groen maken. Het mag zelfs nog een beetje natter. Ik probeer wel een beetje binnen de lijntjes te blijven. Ik kleur daar, of knip daar wel precies langs de lijntjes. Maar goed. Een beetje binnen de lijntjes daar. Wil ik dan nog wel doen? De onderkant een beetje donkerder. Dus dit is gewoon snelle inkleurwerk. Dan heb ik. Nou, dan ga ik die ook nog even groen doen. Ik ga hem even andersom maken dan ik tevoren gemaakt heb. En dan gaan we deze paars doen. En ik ga gewoon over die witte vlekjes heen. En dan laat ik jullie dadelijk zien waarom ik dat gewoon doe. Want dat is heel erg pietleuterig om dat nou zo te doen. En dat hoeft niet. Dat is denk ik te nat. Ja, even kijken. Dit pie kan best wel veel vocht hebben hoor, dat 185 grams. Zijn we er nog? Saskia vindt het heel leuk om mij zo te zien. Nou, gelukkig. Celine, en mijn stempels. Ja, ja, inderdaad, jouw stempels. Deze verf, dat is de Aardbei Marleen verf acid. Ik zal dadelijk als ik hem dichtklap nog wel even laten zien. Nou, de stammetjes die ga ik even bruin doen. Dus ik bruin oranje, deze. Dus die ga ik even... En het werkt ook weer precies hetzelfde. Gewoon... Niet te keurig. En ik heb daar zelf ook wel een beetje moeite mee. Omdat ik al natuurlijk heel kieskeurig ben in inkleuren. Loslaten is ook wel een dingetje hoor. Maar goed, het gaat me steeds beter af. Dus. Ook dat is voor mij even oefenen.
ben toch heel snel geneigd om het echt aan het puntje precies te doen. Maar ik zeg al, deze kaart mag crunchy zijn, dus we doen ook de paddenstoel een beetje crunchy. Hè? En dan doe ik hetzelfde bij de andere paddenstoel. Als er te veel verf op zit, dat het te donker wordt, dan veeg ik gewoon even de verf aan mijn keukendoekje af. Kijk, en hier mag hij weer wat donkerder. En hier ook weer wat donkerder. Kijk, ik had dit van tevoren kunnen doen. Ik denk, ik vind het veel leuker om het een keer te laten zien. Om te laten zien, want het hoeft niet allemaal zo. Puntje precies. Want ik ga dadelijk natuurlijk nog met deze paddenstoel nog iets meer doen. Kijk, dit was in principe het inkleuren. Het enige wat ik nog ga doen is de witte puntjes zetten. Maar ik ga eerst even deze doosjes dichtmaken. Nou, dit is de Bold & Bright van Art by Marlene. Saskia vroeg dat. Oh, Astrid vroeg dat. En dit is de Whimsy & Bright van Art by Marlene. Dat zijn allebei setjes van Art by Marlene. Dan ga ik hem even droog maken. Dan zal ik hem daar van dichterbij laten zien. Dan kunnen jullie gewoon zien dat ik echt nou niet kieskeurig ben geweest. Het is gewoon een beetje vlekkerig. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Kijk, zie je? Het is gewoon hier ook allemaal een beetje vlekkerig. Maar dat mag nu. Nu mag het. Nou, dan pak ik een witte Posca. Dan ga ik nu die witte vlekjes wit maken. Dus daarom hoeft hij wat mij betreft niet op te letten. Nu zijn ze wit. Maak ik nog een keer alles droog. Dan knip ik hem even gewoon zo door. En dan pak ik die stempel van Janine's Mindful Collection, die tekststempel. En ik doe hem niet op een acrylblok. Dat hoeft niet. Even kijken, die had ik zelfs ook nog klaargelegd. Gewoon een beetje net zoveel als dat. Hoppa. Die is wat groter, dus moet ik iets verder naar beneden. Kijk, en daarom hoef je wat mij betreft ook niet zo kieskeurig in te kleuren, want er valt ook een gedeelte weg door die tekst nu. Dit heb ik ook met een verse fine gestempeld. Vind je verlanglijstje aardig lang te worden, Astrid? Ja, er blijven zulke leuke dingen komen. Hè?
Dat lukt het. Maar, hè? Ja, dank je. Kijk, want de helft van het inkleurwerk valt nu gewoon weg door die tekst. En nu ga ik, pak ik even mijn makkelijke schaartje. Saskia, welke heb je ook? Je gebruikt ze te weinig. Wat gebruik je te weinig? De verf. Nou, Rina zegt hallo, al ik kom wat laat binnen van. Nou ja, beter laat dan nooit toch, Rina? Zo, ik zie nog meer mensen binnenkomen hoor. Hai, hai. Nou, dan ga ik gewoon langs. En ook dat doe ik eigenlijk vrij snel. Niet nadenken. Ik zeg al, dat heb ik ook echt moeten leren hoor. En van de week zat ik hier en toen dacht ik, wat zal ik toch gaan doen in die live? En ik was eigenlijk zomaar een beetje aan het frunniken. En toen kwam er deze kaart uit. Ik denk, nou, dit is wel leuk. Dit is wel leuk om het te doen. Meer tijd had ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben ook wel zoiets momenten gehad dat we nog bijna op de laatste dag iets moesten verzinnen. Dus dit was dan al op tijd klaar. Als 3 dagen geleden klaar was, toch? Er was ook grotere last minute projecten gedaan. Nou, paddenstoel 1. Nou, ik heb van de week ook een surprise lijstje ingevuld, vorige week. En daar heb ik ook nog een van deze sets opgezet. Dus alleen heeft meerdere mooie sets gemaakt. Dus ik was eigenlijk op de paper passion en toen dacht ik, oh nee, die mag ik niet kopen, want die heb ik op dat surprise lijstje gezet. Dus moest ik ook even nadenken welke ik erop gezet had. Dus dames, misschien ook nog een idee, hè? Om leuke dingetjes op je lijst te zetten als jullie surprise doen. Bij mij weten ze het. Ja, daar hebben ze het heel lastig gevonden. En toen zei ik van, nou weet je, we hebben nu een zo'n, hoe heet die app ook weer? Nou, die doet automatisch lijstjes voor jou trekken. Dan kun je ook je verlanglijstje inzetten en zo. En ik zet gewoon linkjes rechtstreeks naar de winkel van Doe Dingen en dan... Hoeven ze niet te lang te zoeken, ze hoeven alleen maar op te klikken en te bestellen, zeg maar. Dus makkelijker kunnen ze het toch niet meer hebben. Nou, dan hebben we deze. Dan hebben we nog het ijskoststokje. Die was ik net vergeten te kleuren, dus die zal ik ook eens even in de kleur zetten. Dat heb ik daar paars gemaakt. Dan gaan we nu groen maken. En dat heb ik ook gewoon gedaan met... Sorry. Met dat Picket Fence toeltje. Nou. Paars kwam wat mooier over, zie ik wel. Kleurgroen is wat minder duidelijk. Maar dan doen we nog een laagje. Kijk, en zo pak je ook de zijkanten van het stokje. Dus ik heb alles in dezelfde kleuren gehouden. Ik pak meestal 3 kleuren. Ik ben ook wel eentje die ook wel een kleurkeuze heeft die heel vaak terugkomt. En dat is de Pure Paint, de Wild Honey en de Tumbled Glass. Dat is de kleurencombinatie die ik eigenlijk heel veel maak. Maar het is ook wel leuk om eens een keer wat anders te doen. Dus vandaar deze kleurencombinatie. Die droog ik nog even, als die wil blijven liggen. En dit is gewoon een ijslollystokje van waterijsjes. Die ik gewoon opgespaard heb.
Ik heb ook wel eens zo'n stokjes langs elkaar gelegd en dan daarna iets opgestempeld. Dus vandaar dat ik al die stokjes bewaar. Nou, moet even kijken of dat die droog is. Ja. Dan heb ik bij deze ook nog, kunnen jullie wel zien denk ik, spetters op gedaan. Dat heb ik eigenlijk in mijn spetterdoos gedaan. Dus ik ga dit dan even aan de kant leggen. Want nou ga ik het hier doen. Maar jullie weten, als ik aan het spetteren ga, dan zit alles vol. Dus er zal in dit geval niet veel anders zijn. Doe een beetje zwarte verf weer op mijn glasplaat. Even kijken, een spetterkwastje. Een beetje meer. Ik ga even een papiertje pakken dat ik mijn computer toch een beetje afscherm zo. Toch dat jullie het kunnen zien. Nou, vind ik wel genoeg zwarte spetters. Nou, een beetje vol, allemaal dames. Even kijken, want ik ga eigenlijk. Corinne zegt wateraard. Dat dunne papier waar ik die paddenstoelen op gestempeld heb, is het kipperswateraardpapier. En dit grote is van Mixmedia van Strathmore van 300 grams. Ik zie dat er al allemaal mensen zijn aan het antwoorden. Dus super, dankjewel, dames. Zoals ik jou zeg, voor de creëren doen we weer het luxe probleem. 200 cent plaats en eenmaal verjaardag shop. Ja, als je de structuurpasta op oxide doet, dan neemt hij altijd een beetje van de kleur omhoog. Dus het blijft niet wit. Als je het wit wilt hebben, dan moet je het met andere in doen, maar niet met oxide. Maar dat geeft juist weer een beetje dat leuke grungy beeld, toch? Zit wel een beetje aan de zijkant, volgens mij, of niet? Ik droog eerst de zwarte spetters en daarna doe ik de witte spetters. Maar ook die witte spetters pakken een beetje dadelijk van de kleur van de oxide toch nog op. Maar ik wil ze niet in elkaar laten lopen, de witte en de zwarte spetters. Daarom droog ik ze. Ja, weet je, ik vind die oxide een hele leuke kleurencombinatie. Kun je bijna met alle kleuren maken. En dan dat een beetje krijtachtige look. Ja, ik vind het heel leuk. Ik moet zeggen, ik ben ook niet van de spray ink, maar van de oxide heb ik er wel heel veel. Omdat, ja, daar ben ik wel fan van. Nou, hetzelfde. Dan ga ik eerst even mijn blok goed schoonmaken. Zie je nog zwarte verf zitten. Even mijn spetkwastje schoonmaken. En ditzelfde ga ik dus ook doen met al die zwarte, witte. Gewoon witte verf wat je in huis hebt. Nou, de mijne is bijna. Ik heb een klein beetje op. Ik spray weer wat water in. Dan ga ik even weer mijn computer. Kijk, mijn toetsenbord daar zit al helemaal vol, maar mijn scherm daar zat vorige keer ook vol.
toch erg lastig om het ervan af te krijgen. En toch wel zonde. Want een computerscherm daar is toch best wel duur. Kijk. Daarom leg ik altijd de geprinte velletjes die mislukt zijn of zo, die leg ik altijd aan de zijkant naast me. Voor dit soort dingen. Nou, dit gaan we ook eens gewoon droog maken. Nou heb ik even een vraag aan jullie, want ik heb zelf het idee heel erg. Mijn zoon is vandaag bezig geweest met die webcam en zo. En ik heb het idee dat het beeld duidelijker is. Ligt dat nou aan mij of is dat ook zo voor degenen die altijd kijken? Zo, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Want volgens mij is het ook die correctie van die webcam valt wel mee nu. Maar jullie mogen het zeggen. Het kan best zijn dat ik me inbeeld. Nou, Wil, ga je verhuizen? Wil heeft al heel veel ingepakt, dus die kan er niet mee aan de slag. En die krijgt er nu zin in, zegt ze dus. En Yvonne, die gaat... Nou, super. Morgen het laatste gedeelte kijken, Yvonne. Yvonne, die moet nu gaan en die kijkt morgen het laatste deel. En Saskia zegt... Ja, Saskia lijkt veel helder. Nou ja, dat idee heb ik dus nu ook. En daar ben ik eigenlijk wel blij om, want ik was er echt naar op zoek. Ik was er nog steeds niet tevreden op. En nu heeft hij van alles gedownload en er van alles aan gedaan, waar ik geen verstand van heb en misschien ook wel niet wil weten. Want dat is... Ik vind het toch allemaal veel te ingewikkeld, maar hij heeft er wel iets aan gedaan. Ik denk dat het beeld veel duidelijker is. Maar ik zei wel, het kon aan mij liggen, dus... Want ik heb hier namelijk, ik zie mijn eigen nu in mijn beeldscherm 2 keer. Maar ze zijn allebei schermen duidelijk. Ja, Linda zegt ook, je wiebelt inderdaad een stuk minder. Nou, super. Ik ga, hij is nou net weggegaan, dus ik ga morgen een dikke knuffel geven, ook dan namens jullie. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat hadden we allemaal? Ik heb het allemaal aan de kant gelegd. Het ijskoststokje, maar dat doe ik als laatste, de tekst. De paddenstoelen. En het, dit is inmiddels ook droog. En hier had ik, kijk, een stukje, dan steekt er hier ook nog een stukje uit. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En dat was, even kijken of ik het hier snel kan doen. Eigenlijk een stukje wat ik nog in de oude doos had liggen. Kant, het is niet echt kant, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar nu dacht ik van, een van deze is eigenlijk ook wel leuk. En een keer wat anders. Ik denk dat ik die doe. Dus daar gaan we mee beginnen. En dan vind ik het wel heel leuk als het een beetje rafelt, ook aan de zijkant. Dus dan rafel ik een beetje nog verder uit. Dus gewoon een stukje kant of een stukje, wat is dit? Dit zat ook op een rolletje. Ja, ik bewaar ook heel veel, dames. Ik ben nu een beetje aan het ruimen, want echt, het wordt hier veel te vol. Ik heb gewoon geen plek. En dan staat het weer helemaal vol, mijn hobbykamer. En dan kan ik eigenlijk weer niet goed werken, want dan denk ik van, dat moet eerst opgeruimd worden. Dus ik ben nu echt aan het uitzoeken. Maar de uitzoeken, dat duurt wel even. Voordat ik alles in mijn handen gehaald heb, dan ben ik nog wel even een stukje vol. Nou, ik denk dat ik 2 stukjes doe. Dus die gaat ongeveer lang worden. En die rafel ik dan ook even uit. Ik doe dat met kant ook altijd gewoon een beetje aan het einde een beetje plukken. Zodat het een beetje ook crunchy lijkt. Een beetje afgerafeld.
Nou, die ga ik er eerst op plakken. En dat doe ik met tape. Ja, ik heb echt alles klaar liggen, dus dat doe ik met een scoretape. Plak gewoon twee stukjes ongeveer in het midden. En hier ook. Mag een beetje aan de zijkant buiten de kaart komen. Deze ook. En dan had ik, ik moet hem ook even spieken af en toe hoor. Dan had ik dat stukje embossed. En dan heb ik mijn dotjes gedaan. Kijk, dit is de pop-up, die heb ik nog niet nodig. Hier wel de pop-up al onder zitten. Oh, dat kan best zijn. Ja. Pak toch de pop-up toetjes, dan komt hij wel hoger. En die doe ik ook gewoon twee ongeveer het midden van dat stofje. Kijk, ik doe dat in het midden, omdat hier dadelijk in het midden iets overheen komt, dus dan zie je het niet meer. Hij blijft dan wel goed vastzitten. En dan doe ik onder dit ribbelkarton doe ik weer de tape. Was hem alweer kwijt. Kijk, en zo heb je wel mooie stappen, want dat structuurpasta is inmiddels op dit karton ook droog. Want het droogt vrij snel hoor. Ook een beetje in het midden zetten. Nou, ik denk dat ik hieronder een dotje doe, dat hij hier blijft zitten ook. En dat doe ik aan de andere kant ook. Kijk, dan houdt hij dit ook nog allemaal tegen. In het geval dat dat wil gaan schuiven. Nou, de volgende stap was deze. En die hoef ik alleen maar hier tape te doen. Want de rest is te hoog, zeg maar. Kijk, zie je, hieronder kan ik beter een dotje doen. Ik zie dat ik weer nieuwe dotjes bijna moet bestellen. Dit zijn pop-up dots, dus die zijn wat dikker. Dan komt het ook mooi een beetje, kijk zie je, wat hoger van het papier af te leggen. En mijn paddenstoets die ga ik met, hoppa, daar gaat het op de grond. Met de glossy accent vastplakken. Kijk of dat hij nog open is. Meestal niet. Ik zet hem netjes op de kop, maar
Wat ik verkeerd doe, weet ik niet. Hij gaat bij mij altijd dicht. Dan heb ik een mooi doosje met naaldjes voor. En dan is hij zo open. Ik zet hem altijd op de kop weg, maar op de een of andere manier wil hij bij mij niet. Maar waarom pak ik los die echte naald? Ja, die plakt meteen zo vast. En omdat hier natuurlijk en ribbeltjes karton en andere spullen zitten. Even kijken, dat is een beetje hoger. Vind ik een perfect plakmiddel. Ik plak er ook al mijn embellishments en zo mee vast. Ja, dit is best zuinig. Ik ben zo druk bezig, dames, dat ik niet eens meer naar de vragen aan het kijken ben. Maar... Dat klopt inderdaad. Wil zegt het is mooi recht boven je werk. Dat klopt. Dat heeft hij ook helemaal nagekeken van mij. Er is hierboven ook het een en ander veranderd. Dat is wel een nadeel. Nou, het licht wel best op mijn gezicht schijnt voor jullie. Maar het hangt wel veel rechter en zo. Corine zegt stuur hem bij mij langs. Mijn filmpjes zijn hier rechter en af en toe. Dat scherpstel, ja, nou, daar zat ik dus ook mee, Karine. Dat scherpstel, ik vond dat zo irritant. En weet je, met de telefoon ging het wel iets beter. Maar ik was er gewoon nooit helemaal tevreden over. Ik paalde daar zo'n stekker van. En ik heb eigenlijk best wel dure webcams gekocht, twee. Toen de tijd. En een groot scherm ervoor gekocht. En nog was ik niet tevreden. En ja, daar baalde ik gewoon van. Want ik had er best wel wat geld in geïnvesteerd al. En om dan weer met de telefoon te gaan filmen, terwijl je daar geld in gestopt hebt, dat vond ik toch wel zonde. Maar goed, het doet het nu weer. Dus, ik zei al, blijf voorlopig maar even in de buurt. Hij stond net ook achter de deur van, werkt het allemaal nog? Ja, het werkt allemaal nog. Het is wel ideaal, een zoon die zo goed met die dingetjes overweg kan. Nou, dan komt het laatste. En dat is stempelen hierop. En hij wil nog wel eens ooit misgaan, maar deze ging in één keer goed. Dus we gaan er nu ook vanuit dat hij ook goed gaat, toch? Maar stel dat het nu niet goed gaat, dan maak je hem gewoon weer een kleurtje en dan doe je er gewoon een nieuwe poging. We gaan eerst eens bedenken wat we erop zullen zetten. Hier stond thank you for being awesome. Oh, deze vind ik wel leuk. You are simply the best. Nou, dan thank you. En hier staan echt ontzettend veel leuke teksten op. En ook veel. Even kijken hoeveel staan erop. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Als ik goed geteld heb, 29 verschillende teksten. Dus dat is nogal. Even kijken. You are simply the best. Hadden we het rest. Kijken of dat hij een beetje recht zit. Nee. Volgens mij nu wel meer uit. En dan ga ik ook gewoon doen met de VersaFine. Ik inkt hem wel even goed, want deze heb ik nog niet gebruikt. Dus even goed zorgen dat hij nat is. Kijken of ze een beetje het midden kunnen mikken. Kijk eens. Hoppa. In één keer. Ik doe hem wel weer meteen terug. Kan die ook in tussentijd even drogen.
En Mirjam zegt, ik heb de Glossy Action Standard een plakbandje met een knopspel. Dat had ik ook, maar dan word je op een gegeven moment bruin. En dat vond ik eigenlijk een beetje goor worden. Dus vandaar dat ik het eigenlijk niet meer gedaan heb. Maar ik had eerst ook altijd grote flessen. Dus misschien dat het in het kleine flesje beter gaat. Want daarom heb ik eigenlijk die knopspel er niet meer in zitten. Ja, die hebben echt hele duidelijke letters, Wil. Dat klopt. Kijk. Dat is toch hartstikke mooi. En echt een keer is anders. Dan ga ik even spieken hoe ik deze ook weer vastgezet had. Nou, toch met een tapeje. Dan moet ik even verhitten. Kijk, ze doet. Zo heb je eindelijk, maar ik had ook nog dunnere tape klaar liggen als het goed is. Oh ja, die past er precies op. Toch, zo heb je toch iets anders, hè? Met een lollystok, ijskoolstokje. Beetje recht kijken. Zo. Kijk, nou, dan ga ik hem nog even matten. Dat doe ik dus niet met tape, hè? Dus dat weet jullie ook inmiddels wel. Als ik mijn kaart nog kan vinden waar ik hem op moet matten. Ja, dat kan ik klaar liggen. Ja, zo snel gedaan. Oei. Netjes in het zakje. Dus ik heb nu eentje van 12 bij 17. Dan is het 12,5 bij 17,5 matten. En dan 13 bij 18 de dubbele kaart. Dus dan ga ik hem mooi in elkaar plakken. En dit doe ik niet met tape. Want tape, dat vind ik echt doodeng. Dat gaat bij mij altijd scheef. Dus daar. Gewoon weer met mijn vertrouwde lijmpotje. Ik ga ondertussen ook bedenken wat ik van jullie wil zien dadelijk in de wedstrijd. Want dat had ik ook nog niet bedacht. Kijk, die had ik een groen onderkaart gedaan en deze een paars. Heb ik toch weer twee verschillende met ook een andere tekst erop. Even aan de randjes, omdat het dikke papier is, even wat aanduwen. Omdat hij een beetje krom stond. Normaal draai ik hem dan rondom en dan wrijf ik aan de andere kant. Maar omdat er een dikke laag op zit aan deze kant, gaat dat nou niet. Ik heb een beetje te veel lijm, maar die pak ik daar ook wel weg met mijn snotje. Voor degene die niet weet wat een snotje is, dat is om de lijmresten die er langs zitten. En die heb ik dus nu. Dit is een snotje. Dan kun je gewoon de lijmresten, als ze droog zijn, gewoon ermee afrillen. En ik heb nu een beetje lijmresten er langs zitten. Misschien dat jullie dat niet zien, had ik het niet moeten zeggen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb een beetje te veel lijm aan de zijkant. Maar dat doe ik dadelijk als het opgedroogd is. Haal ik dat dan af met mijn... Nou, dit was hij.